Mijn naam is Lieke Bloemendal, ik ben van Focus Sportpsychologie en ik ga jullie vandaag een aantal tips geven over doelen stellen. Met doelen stellen weet je eigenlijk al heel vaak wat je einddoel is, in ieder geval zeker als je hebt ingeschreven voor de marathon, dan weet je al, ik wil die afstand gaan lopen. En wat belangrijk is om te bedenken is vooral hoe je dat wil gaan doen. Dus kleinere stapjes te maken en heel concreet te maken voor jezelf, wat wil ik precies gaan doen. En dat kan per training of zelfs per week. Dat je echt heel goed voor jezelf duidelijk hebt, oké, deze training wil ik werken aan bijvoorbeeld mijn snelheid of aan mijn core. En bedenk voor jezelf precies hoe je dat dan wil gaan doen. Daarnaast is het belangrijk om te gaan kijken dat je echt kleine stapjes kan gaan maken. Zodat je je doel kan opdelen in kleinere doelen, zodat je heel concreet weet wat je moet gaan doen. Wat daarbij nog een goede tip is om ook te kijken dat je je resultaten bij gaat houden. Dus dat je voor jezelf een soort logboekje bijhoudt of een dagboekje waarin je opschrijft. Nou, wat heb je nu eigenlijk bereikt in de afgelopen tijd? Wat is er eigenlijk beter geworden? Dus hou ook bij voor jezelf hoe je gegroeid bent. Mocht je nou nog vragen hebben over doelen stellen of over iets anders mentaals wat met lopen te maken heeft, neem dan contact op.